En wat is het echt mooie aan het permanente portfolio? Dat is dat het maakt niet uit wat er volgend jaar gaat gebeuren. Want gegarandeerd zal één van die activa het goed doen. Hè. Pas op, het kan altijd zijn dat de permanente portfolio ook een verlies maakt. Hè. Bijvoorbeeld de permanente portfolio in Amerika bestaat sinds 1972, dat is nu 38 jaar. In die 38 jaar zijn er 2 jaar geweest van negatief rendement, waarvan het ergste jaar 1981 was met een verlies van min 4%. Dus met een permanente portfolio kun je ook een verlies hebben. Maar het ergste verlies in 38 jaar was min 4%. Dat is gewoon een buitengewoon goede prestatie. Hè. Dus het kan zijn dat volgend jaar in 2009 de permanente portfolio ook een verlies maakt. En misschien is het zelfs min 10%. Wie weet. Ja. Maar ik kan u verzekeren, dan zullen er enorme verliezen geboekt zijn voor elke belegger. Omdat de meeste beleggers helemaal niet zo gediversifieerd zijn. En gediversifieerd zijn, dat wil zeggen spreiden. Maar het spreiden heeft geen enkele zin als je spreidt over dezelfde activa. Spreiden heeft alleen maar zin als je dingen pakt in je portefeuille die omgekeerd gecorreleerd zijn. En dat is een staatsobligatie, bijvoorbeeld ten opzichte van aandeel. Want een staatsobligatie, waarom is dat vorig jaar gestegen, hè, die lange termijn staatsobligatie? Omdat de interestvoeten naar beneden zijn gegaan. Hè. Dus in het begin van het jaar 2008 was de interestvoet 4-5%. Ja, en eind 2008 is die naar beneden gegaan naar 2-3%. En daardoor is die staatsobligatie gestegen. Waarom? Je hebt een lange termijn staatsobligatie van 30 jaar aan een vaste interestvoet. Die interestvoet is 5%. Als opeens de interestvoeten omlaag gaan, dan wil dat zeggen dat jij iets heel waardevol in handen hebt. Hè? Want jij hebt gegarandeerd 5% de komende 30 jaar. Daarom dat de markt zegt, hey, ik kan beter uw staatsobligatie kopen dan een nieuwe. Want een nieuwe die geeft mij maar 2-3% en die van u die geeft mij 5%. En dat is 30 jaar lang dat ik gegarandeerd 2% meer krijg. Dus daarom gaat jij opeens niet 2% krijgen, maar 2% voor 10, 20 jaar. Dus dat is direct 20-30% krijg jij meer in de waarde van je staatsobligatie. Want de markt betaalt daar dus meer voor. Wanneer gaan interestvoeten omlaag? Dat is maar in één mogelijk scenario. Dat is als er een deflatie is. Hè. Als dus er opeens alles zakt in waarde. Hè, en dat opeens er daardoor veel faillissementen zijn. En dat daardoor dus de markt schrik krijgt. En dus zich terugtrekt uit alle investeringen. Zich terugtrekt uit de beurs, uit aandeel, uit vastgoed. Hè, en zelfs uit edele metalen. Kan dat gebeuren in een deflatie en ze vluchten naar de staatsobligatie, want daar zijn ze zeker van dat niet failliet gaat gaan. En waarom zijn ze daar zeker van? Omdat de staat de macht heeft van zoveel te taxeren als ze willen. Hè? En daarom zijn de mensen vrij zeker dat ze hun geld gaan krijgen van de staat. Hè? En waarom kan de staat nog minder failliet gaan? Dat is omdat de staat de macht heeft van geld te printen. Ja, vroeger was dat niet zo, omdat er een goudstandaard was, maar vandaag is dat niet meer zo. En dus, dat geld, zij kunnen zoveel creëren als ze willen. Ja. Dus daarom dat de mensen zeggen, ik wil ook een staatsobligatie en ik ben bereid van minder interest te aanvaarden. Ja. Want die interestvoeten, wij denken allemaal dat de centrale bank die vastlegt, maar niets is minder waar. Ja. Het is de vrije markt die de interestvoeten bepaalt van de staatsobligatie. En hoe werkt dat principe? Heel eenvoudig, de staat zegt, ik heb geld nodig, ik verkoop een obligatie, jij mocht ze kopen, en ik verkoop ze aan diegene die de minste interest vraagt. Ja? En dus zegt de staat, ik wil bijvoorbeeld voor 100 miljoen euro staatsobligaties verkopen, wie wil dat kopen? Een hoop kopers geven een bod. Zij zeggen, kijk, ik wil het kopen, maar ik wil 5%. Een ander zegt, ik wil het kopen, maar ik wil 4%. En nog een andere zegt, ik wil het kopen, maar ik ben tevreden al met 3%.
Want ik weet dat dat... ik wil gewoon absoluut die staatsobligatie. Ja? Dus ik ga gewoon onderbieden. En dan zegt de staat, goed, jij 3%, schitterend. Geef de geld maar hier en jij krijgt bij mij 3%. En boek, de interestvoeten gaan omlaag. Dat is wat er gebeurd is in 2008. De vrije markt heeft de interestvoeten omlaag geduwd. Dus lange termijn staatsobligaties zijn heel belangrijk. Het stoot mij voor de borst dat heel veel speculanten, en dan nog de beste speculanten, zeer denigrerend doen over lange termijn staatsobligaties en hun klanten adviseren van die uit hun portefeuille te smijten omdat het gegarandeerd verlies zal geven de komende 10 jaar of 20 jaar. Want zij weten zeker dat de inflatie zal optrekken. Wel, wat is er gebeurd in Japan? In Japan is het zo dat de crash in 1989 begonnen is. We zijn nu 2009 en ze is nog altijd bezig. De interestvoeten waren 7-8% in 1989 in Japan. Die zijn gedaald naar 4-5% 10 jaar later, dat is dus 1999. Ze zijn vrij snel van 7-8% naar 4-5% gegaan. Maar dan zijn ze gewoon doorgezakt naar 1-2%. Ze hebben zelf op een 0,5% gestaan. Was dat door de centrale bank die de interestvoeten gemanipuleerd heeft? Nee, dat was de vrije markt die beslist heeft in Japan. Wij zijn tevreden met slechts een 0,5% interest. Ja? En waarom? Omdat toch alles daalt. Dus je moet blij zijn als je een 0,5% krijgt. Want in Japan zijn nu al 20 jaar aan een stuk aandelen aan het halen en vastgoed aan het halen. Maar ook de huurinkomsten aan het halen en dus ook de interestvoeten aan het halen. Want de markt is tevreden met een lage interestvoet.